Lewis Hamilton en Max Verstappen brengen elkaar letterlijk weer naar hogere hoogtes. Wat we eerder ook zagen in 2021. Oscar Piastri, die wint de Grand Prix. Zijn allereerste zege in de Formule 1. Maar ja, of hij die nou zo graag had gewild op deze manier, dat gaan we zo bespreken. Sergio Perez, die zakt na P7 in het kampioenschap. Ja, en George Russell en de Ferrari-coureurs waren heel zeker weten niet blij. Er gebeurde weer genoeg Grand Prix-Hongarije op de ring. Aaron, die bevindt zich nog op de ring wel het inmiddels nog steeds zonnig is maar waarschijnlijk een stuk rustiger dan die 300.000 bezoekers die er dit weekend waren. Um, laten we maar meteen even naar de hoofdrolspeler gaan. Oscar Piastri wint zijn allereerste Formule 1 Grand Prix. De vraag is Aaron, is dit een manier hoe je hem wil winnen? Ja, ik snap inderdaad waar je naartoe wil, maar van de andere kant een overwinning is en een overwinning hè. Eigenlijk denk ik dat het dus volgens Kapiastri nog altijd pijnlijker is. dat hij eerst een sprintrace won in, uh, in Qatar. En dat hij toen eigenlijk zoiets had van: ja, voelt dit wel aan als een overwinning of niet? Ja, Nu heeft hij hem echt binnen hier op de Hongaro-ring. Dus wat dat betreft, supermooi volgens Kapiastri. En inderdaad, net wat je zegt, daarmee toch wel de man van de dag. Hij verdient ja, alle lof om hier uiteindelijk dan die race te winnen. Ja, inderdaad, moet je er blij mee zijn op de, uh, dat het op deze manier gebeurt? Ach ja, over een paar jaar, dan weet je waarschijnlijk niet beter. Dan is het gewoon dat blijft altijd de eerste race die die won. Maar ja, ik snap wel wat je bedoelt, inderdaad. Uh, Met Norris, die leek natuurlijk wel sneller te zijn. Maar ja, uiteindelijk was het het team dat uh, dan eigenlijk toch uh, Norris de hal toe riep. En ja, eigenlijk gaf Warner, of, uh, uh, Lando Norris ook nog een keertje toe daaraan. Ik zag het eigenlijk niet aankomen. Ik had het gevoel dat, uh, dat Norris zou zeggen: Weet je wat? Ik blijf gewoon waar ik ben. Maar uiteindelijk moest hij toch inbinden en gaf hij hem de dus stok weg, die overwinning. We hebben een soort van gentleman's agreement in de Formule 1. En het is vaak zo als twee teamgenoten achter elkaar rijden. Mag de een de ander inhalen. In de hoop dan hè, personen voor hem te kunnen, te kunnen passeren. Lukt dat niet, moet je de positie teruggeven. Tenzij heel ver wegrijdt. Uh, en lukt dat wel, mag je de positie houden. En dit was eigenlijk het geval. Lando Norris maakte eigenlijk gewoon een fout tijdens de start. Uh, hij viel terug. Oscar Piastri die pakte leiding. En vervolgens wordt er wat gedaan met undercuts en overcuts. En pitstopstrategieën. Waardoor uiteindelijk Lando Norris. Eerste rijdt. Hij is ook sneller. Maar ja, ik denk dat we oprecht nog nooit zoveel boordradio-verkeren hebben gehoord tijdens een Grand Prix. En ja, hoe, hoe, hoe zit jij erin? Want Lando Norris was na de race heel volwassen. En hij zei: Ja, het team vroeg het en ik doe het maar. Tijdens de race was hij stil. Moest het team nog aan hem vragen: van hey, doet je radio het nog even radio-checken omdat hij negeerde? Maar ik kan me voorstellen dat hij misschien toch wel binnen de McLaren compound die hele bokaal van hem kort en klein wil slaan. Ja, inderdaad, ja. net als vorig jaar, maar deze keer hield hij hem dus heel. Uh, ja, ik snap er eigenlijk niks van, want McLaren, ja, ze geven de hele tijd aan dat ze echt willen gaan strijden met Red Bull. Nou, die woorden maken ze waar, want ze uh, beslaan Red Bull hier fair en square op eigen kracht. Ja, en wat meer kun je dan op laten zien uh, door gewoon nog eens de race te laten winnen. Want dan laat je natuurlijk zien van wij geloven niet alleen in de constructeurskampioenschap, wij geloven ook in het Pereurskampioenschap. Uh, natuurlijk, hij staat heel ver achter. Natuurlijk is het heel onwaarschijnlijk. ...dat die Max Verstappen nog echt kan gaan bedreigen. Maar van de andere kant zijn Max Verstappen uh, op de zaterdag wel van... ...ja, luister, ik ben ook wel, uh, al, hoe zeg je dat, niet nerveus... ...maar hij zegt, ik ben ook wel bezig natuurlijk met het uh, coureurskampioenschap. Dat is echt nog niet binnen. Dus wat dat betreft, als je die woorden van Max Verstappen er ook bij haalt op de zaterdag... ...snapt hij eigenlijk al helemaal niet waarom McLaren uh, niet gewoon voor Norris gaat. Niet zijn kaart speelt. Hè? Je zou zeggen dat je inderdaad gewoon als teamzaad ook zegt... ...ja, sorry Piastri, ik weet dat het je eerste overwinning is, maar... Uh, het gaat gewoon om topsport. Het gaat hier om het hoogste niveau. Alle punten moeten binnen worden gehaald. En dan kan het gewoon niet zijn dat Norris nu dan niet wint. Want ja, in de voorgaande twaalf races was Norris gewoon beter. Dat zien we ook terug in de strijd om het kampioenschap. Ja, Ik snap er eigenlijk niks van dat McLaren die lijn niet heeft doorgetrokken. Hij gewoon heeft gezegd. Boom, we gaan voor uh, Norris, hoe pijnlijk dat ook is voor Piastri. Maar goed, die eerdere twaalf races hebben gewoon voor het verschil gezorgd. Dus ja, ik sta er wel van te kijken. Maar ik sta er ook van te kijken dat ja, Norris dan toch niet dat medogeloze toont. Hè? En dat is natuurlijk wel vaak wat een land verweten wordt. Heeft hij dat wel in zich of niet? Dat echte medogeloosheid, zoals Max Verstappen dat natuurlijk wel heeft. En ja, dat lijkt dus niet zo te zijn. Het duurde natuurlijk lang voordat hij hem opgaf. Misschien ook daar nog wel een fout. Daar geeft hij hem eerder op, ga je dan erachter? Misschien kun je dan wel dit duel aangaan. Nu was er totaal geen kans meer op om het op zo'n laag moment te doen. Dus... Ja, wat dat betreft denk ik wel nog veel bij McLaren ook om uit te spreken deze dagen. Waarschijnlijk gaat het gebeuren. Die zullen om tafel gaan. In ieder geval, wat we wel kunnen zeggen is dat McLaren erg lekker bezig is. Want als we even de punten gaan kijken die de teams hebben gescoord sinds Imola, dan staat op plek 3 Red Bull met 150, op 2 Mercedes met 177 en op 1 McLaren met 214. Dus er is in ieder geval één ding wat je kan zeggen. Ook als het gaat natuurlijk om, je noemde het al, in de, in de coureurskampioenschap zijn ze ontzettend Weg. maar goed, als je ziet nu ook weer wat Perez doet en nu ook zelfs Max verstappen, dan is momenteel het verschil uh, tussen Red Bull en McLaren, ja, dan gaat het om 51 puntjes in het kampioenschap. Maar goed, een dubbele DNF een keer van beide Red Bull coureurs en het is zo gepiept. Um, Laten we ook maar even gaan naar... Uh, ja, Norris stond op nummertje 1 als het gaat om meeste boordradio's. Vlakbij stond Max Verstappen. Uh, die was ook <laughs> totaal niet blij, uh, in ieder geval met jean voor de verandering. Normaal is het grappen en grollen geblazen tussen de twee nou, vrienden, zou je kunnen zeggen. Hè? Gaat jean weg, gaat Max ook weg en vice versa. Ik had het idee dat ze elkaar niet konden luchten na de race. Waarom was Verstappen nou zo ontzettend boos? Ja, en dat, dat, dat was natuurlijk ook voor ons de vraag na afloop. Ja, dat kwam natuurlijk door meerdere factoren. Hè. In het begin natuurlijk al, uh, al gaf hij daar niet te veel in op, maar natuurlijk in het begin dat Norris de fout maakt, Verstappen gaat erbij, gaat dan buiten de baan en moet dan die positie teruggeven. Ja, ik vond het een heel raar moment. Daar leek Verstappen nog wel redelijk uh, makkelijk overheen te stappen. Ik vond het raar dat de stewards dat niet gewoon weggaven. Ik bedoel, hij kon geen kant meer op, moet helemaal naar buiten, ja. overhonderd de vuile lijn. Heel raar dat hij die positie moest teruggeven. Ik denk dat daar al wel wat frustratie begon. Ja, daarnaast ging Red Bull natuurlijk totaal in de fout met de strategie. En dat was inderdaad een Max Verstappen frustreerde. Ja, inderdaad. En hij gaf ook aan van op de boordradio werd niet echt aangegeven door het team van... Hij, wij maken een fout. En dat, dat piqueerde hem wel behoorlijk. Ja, en dan daarna komt die frustratie. Die loopt op en op en op. En zeker omdat het dan twee keer gebeurd zoals Jaak heeft. Ja, dan de actie op Hamilton natuurlijk. Ja, het is alles bij elkaar. was Het gewoon ja, een zeer frustrerende dag. Uh, ja, ook wel goed om te zien daarna na afloop Max Verstappen wel wat rustiger natuurlijk al voor de camera's. En ook daarna... Daarna met ons, zeg maar, voor de schrijvende pers. Ja, daar geeft hij inderdaad ook aan. Om bijvoorbeeld het eerste moment niet te veel over hebben met Jean-Pierre. Hij zegt, ja, het is over iets heel veel anders dan normaal. Dus daarin zie je inderdaad wel dat hij gewoon heel veel rust en kanten toonde. Maar in de race ja, liep het tempo netjes ja, veel uit de hand. En ja dan ook natuurlijk nog een keertje in de met Lewis Hamilton die er bovenop kwam. Maar hij geeft inderdaad aan van, ja goed, de stewards uh, meten met twee maten. Want het is Hamilton die naar binnen stuurt. Ik denk dat dat nog een interessant is vanmorgen natuurlijk in de podcast. Dan natuurlijk Tom Coronel erbij. Ik denk dat ik de er reur veel beter daar kan aangeven wat daar nu precies gebeurt. De dus stewards zijn er altijd in overleg. Ook uh, over wat daar nu gebeurt of iemand de schuld draagt. Ik zie dat jij iets binnen hebt, dus dat is goed nieuws. Laten we Ik steek mijn vingertje op. Uh, twee correcties. Eén correctie uh, voor de mensen die de podcast luisteren. Tom Coronel is er maandag niet bij. Maar we hebben misschien een betere vervanging. Nog zelfs in de vorm van Rudy van Buren. Natuurlijk ook buggyrijder. Uh, hij was goed simracer. En natuurlijk ook simcoureur van Red Bull Racing. En hij komt inderdaad echt net binnen. Toen jij met je pleidooi begon. Dat er no further action is tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in het incident. Ze zagen dat het ook. Van, ja, het is een race incident. En eigenlijk is dat ook een beetje de vibe wat... Misschien Max Verstappen en ook Jean-Pierre Lambiassi. Maar ook niet in te min, natuurlijk Lewis Hamilton al die te doorschemeren. Die zeiden: Ja, weet je, het kan gebeuren. En toen bij Viaplay op het einde Christian Horner en Wolff, Wolf, hè, de teambaas van de Ripple en Mercedes, werd gevraagd hoe het zat, zeiden dus ze ook: Ja, het kan gebeuren, laten we gaan. En ik kan het toch niet laten. Zou dit misschien toch nog iets te maken hebben, Aaron, Met um, het slaap. Te kort van Max Verstappen? Doelend op dat hij vannacht tussen 12 en kwart over drie vannacht nog even drie uurtjes 24 uur van Le Mans meepakte? Nou ja, het eerste instantie natuurlijk. Hè, Verstappen was het natuurlijk du duidelijk niet mee eens dat het zeg maar, uh, uh, aan rijders iets is. Ja, in de zin van dan moet je het ook altijd deze lijn doortrekken. En hij had het gevoel inderdaad van hij. Hey, Jullie meten nu met twee maten door Hamilton nu in dit geval, zeg maar, als het ware op te spreken. Dus dat is inderdaad wat Max Verstappen aangaf. Ik snap inderdaad wat je bedoelt. Waarschijnlijk ziet hij dit ook inderdaad als een normale race situatie. Maar doordat hij in het verleden wel eens daar is het van hij. Dat klopt niet. Dat is dus weer met twee maten uh, wegen. Dat blijft gewoon een heikel punt bij de FIA bij de en de Stewards. En daar lijken ze ook niet met de coureurs uit te komen. Dus wat dat betreft, terugkerend verhaal waarschijnlijk. Dus daar is Anderval frustratie ook bij Verstappen over terugkomen. Over, over die actie. Ja, daarnaast inderdaad. Krijgt natuurlijk nog het gevolg uh, dat, dat Max Verstappen dan nu die frustratie meedraagt in die race. Maar uiteindelijk, uh, ja, uiteindelijk ook verder naar achter zakt. En dan natuurlijk op, op naar volgende week ook nog een keertje in Spa. Waar het uh, ja, ook natuurlijk weer een hele uitdaging wordt voor Red Bull. En dat is denk ik ook wel een frustrerende factor: dat ze op dit moment gewoon niet zeker zijn waar ze ten opzichte staan van, uh, uh, van de McLaren's op dit moment. Ja, misschien ook nog wetende dat als er een circuit gaat zijn waarbij je een gridsgraf gaat pakken. Teams hebben natuurlijk en coureurs een x aantal uh, uh, onderdelen van de motor die ze mogen: de mguh, de mguk, de Turbo, nou dan maar op. Uh, wil je eigenlijk vaak, zien we ook in de geschiedenis, hem nemen in Spaan, wat het makkelijk inhalen wordt. Want daarna is Zandvoort, is lastiger. Ja, daarna Italië, naar nou, het DRS-treintje. En dan gaan we al richting Singapore en richting uh, Azerbeidzjan. Dus dat gaat een hele moeilijke worden. Even het, het hoofdpijndossier van de Formule 1 is toch wel Sergio Perez. Nou, het goede nieuws is hij finisht slechts twee posities achter Max verstappen. Max werd vijfde, Perez werd zevende en dat hij natuurlijk van de zestiende plek moet starten. Um, moet ik even attenderen natuurlijk op die twee clausules die in zijn contract zouden staan. Nou, hij stond al meer dan 100 punten achter en momenteel is uh, Sergio Perez gezakt naar de zevende plek bij de, bij de coureurs omdat Hamilton één puntje voorstaat, 125 om 124. Heeft Perez, Horner of Marco al gereageerd op de situatie van Perez? En ja, wat er misschien nog moet gebeuren om zijn stoeltje te redden? Nou ja, inderdaad. Voorafgaand en in dit weekend werd natuurlijk al duidelijk dat hij echt twee goede weekenden moest rijden. Ja, Dat is dit weekend alvast niet gelukt. Al was de race natuurlijk wel gewoon redelijk voor uh, Sergio Perez. Hij is nog verder naar voren gekomen. Dat uh, geldt eigenlijk ook voor Chanel de Perez. Slecht in het weekend begonnen. Wel uiteindelijk een goed weekend ook voor Leclerc. Het geldt dus ook voor uh, Sergio Perez. Uiteindelijk in de race nog een prima resultaat. Hij haalt nog alles eruit wat erin zit. Dat geeft misschien nog wat vertrouwen voor Spa-Francorchamps. Maar daar zal het echt beter moeten. Maar nogmaals, of dat ook gaat lukken. Ja, je ziet dat Max Verstappen blijft aan. Maar dat die auto gewoon niet, ja, niet lekker gaat. En dat het daardoor voor Sergio Perez dus nog lastiger is met deze uh, bolide. Dus ik ben benieuwd of Sergio Perez het wel kan gaan omkeren daar in, uh, in Spa-Francorchamps. Want ja, zoals gezegd, ook gisteren en ook vandaag... Het... Dat spreekt niet absolute vertrouwen uit bij Sergio Pereira. Niet naar de race van vandaag. Dan uh, kijken we nog heel even naar de uitslag van de Grand Prix van Hongarije. Waarbij we een heel mooi uh, 1-2 zagen voor de beide McLaren's. Dan hebben we natuurlijk nog erachter, want we hebben die, die team eigenlijk helemaal niet gehoord. Op P4 hebben we Charles Leclerc. Op P6 hebben we Carlos Sainz. Ook misschien een beetje geflatteerd natuurlijk door die, die crash van Max Verstappen en Lewis Hamilton. Gaan zij met een goed gevoel uh, naar Spa de laatste race voor de zomerstop? Ja, bij Ferrari waarschijnlijk niet, want na afloop spraken we met Charles Leclerc en ook nog Fred Vasseur. En die gaan van beide aan inderdaad van ja, uh, Spa kan wel eens een heel moeizame race voor ons gaan worden. Ze weten daar simpelweg ook niet met welke upgrades ze nu gaan rijden die ze de laatste tijd hebben gebracht. En daarover is nog veel discussie binnen het team. Carlos Sainz gooide bijvoorbeeld in voorstel uh, voor Silverstone al eigenlijk de nieuwe upgrades die, die men toen daarvoor had meegenomen al weg. Die zei dit werkt niet, dit heeft geen zin. Dus ja, dat wordt nog voor Ferrari een hele puzzelstuk om te kijken met welke ja, pakket ze eigenlijk, een aerodynamisch pakket ze daar gaan rijden in Spa-Francochard. Dus Ferrari lijkt er, ja, niet echt veel bravoure te hebben voor die race. Mercedes teken weer wel. Die gingen natuurlijk ook goed in Silverstone. Hebben ook een goed gevoel voor Spa. Dus wat dat betreft wel interessant welke stap zij dan weer gaan maken. Is het deze keer dan weer een strijd tussen McLaren? Mercedes en Red Bull, dat zou zomaar kunnen want, uh, ja, nou, dat was de Silverstone, daar zagen we het ook. Hier kwam Mercedes net iets te kort maar die wachtte er, en, uh, en een paar wel weer bij te zitten. Uh, dus wat dat betreft een mooie, mooie race om naar uit te kijken en zeker ook bij McLaren, bij Red Bull, hebben ze al gezegd. wij gaan achter de schermen even spreken natuurlijk, gewoon uh, die gaf dat zojuist aan met Verstappen, over hey, hoe we uh, over de boordradio hebben gesproken. En ook bij McLaren, dus dat gesprek. Ik ben wel benieuwd, want Stella, de teambaas van McLaren, ja die verdedigde juist heel erg de acties die ja. men bij McLaren deed. En dat en was heel vallende... ja. ja, inderdaad, over de teamradio's. Hij gaf aan, het is allemaal perfect opgelost. Lando, het was perfect teamspeld. Dus waar we allemaal zien aan Lando Norris, dat het absoluut niet het geval is. Dat die helemaal niet zo blij mee is. Dus ik denk dat dat wel een interessant. Gesprek gaat worden, zowel bij Red Bull als McLaren. Ja, er is gewoon genoeg te bespreken na deze race. En dat zal men ook echt moeten doen ja, om weer stappen richting, uh, richting volgende week te maken. Dan uh, nog één laatste vraag. We weten natuurlijk uh, de antwoorden op deze vragen sowieso voor volgende week, want dan hebben we natuurlijk al meteen weer de Grand Prix van België. Um, als we het jou moeten zeggen, moeten de mensen die de video nu kijken deze week ook onze website in de gaten houden? Want gaat er een coureur? Zijn toekomst bekendmaken? Of wordt dat waarschijnlijk allemaal opgeschoven naar België? Of misschien zelfs naar Zandvoort? Ja, Carlos Sainz, dat weten we echt niet wat hij nu gaat doen. Ik, misschien dat hij het zelf ook nog echt niet weet. Uh, wat dat betreft verwachten we wel dat uh, Esteban Ocon uh, snel bekend zal maken, eigenlijk al deze week. In de week van België, waar hij naartoe gaat, dat hebben we eerder al laten weten. Hij zal naar Haas vertrekken. Dat, uh, dat staat op het punt uh, om bekend te worden. En daarnaast ook zeker onze site in de gaten te houden. Want ja, net voor de Grand Prix van België lijken er natuurlijk interessante dingen te komen. Maar ook na de Grand Prix van België. Ook natuurlijk een testdag van Lawson. En dat kan wel eens een interessant moment worden. Uh, met het oog op de toekomst ook van Sergio Perez. Dus wat dat betreft, ja, ik denk heel veel na te bespreken over deze race. De quotes die blijven natuurlijk binnenkomen de komende dagen. Ook van onze experts. Wat denken zij nu van de actie tussen Hamilton en, uh, en Max Verstappen bijvoorbeeld. En natuurlijk het McLaren duo. Heeft André Stellen het goed of niet goed gedaan. Dus wat dat betreft, ik denk heel veel nieuws deze dagen op onze website. Heel goed. In een klein kwartiertje hebben we de Grand Prix van Hongarije de zondag samengevat. Wil je nou nog een veel uitgebreider recap? Dat kan heel simpel. Maandag nemen we namelijk weer een nieuwe podcast op. Rond een uurtje of twee in de middag staat hij op Spotify, Apple Podcasts en op de website. En rond een uur of vier, vijf staat hij dat op YouTube en daar kun je mee cool. kijken. Ongetekende mezelf, Ruud Dimmers en Rudy van Buren. En dan is de week daarna waarschijnlijk gewoon weer Tom Coronel erbij. Aaron, ik wil jou bedanken. Ga nog even genieten van het zonnetje. Want ik heb naar het weer gekeken in Spa. En ah, goed, dat is sowieso nog koffiedik kijken. Maar het ziet er in ieder geval niet naar uit Dat je een tanktoppie aan kan, korte broek En flipflops, maar voor de rest wil ik niks verklappen Aron, dankjewel, fijne avond En wij spreken elkaar gewoon volgende week weer In Spa-Francorchamps Doei doei